Voorzitter, het is inmiddels steeds meer mensen duidelijk dat de veestapel in Nederland veel te groot is. Voor de stikstofcrisis komt deze oplossing te laat. Maar kweekvlees is op termijn een uitstekend alternatief als het gaat om de milieu-impact van de veehouderij om deze terug te dringen. Met een minimaal gebruik van water, land en uitstoot van broeikasgassen. En niet te vergeten het vermeden dierenleed. Eet vlees, geen dieren. Voorzitter, ik rond af. Nederland behoorde tot de eerste landen die de potentie van kweekvlees inzag. Hetgeen leidde tot het eerste patent in 1999. China, Israël, de Verenigde Staten en Duitsland zijn nu in een race om de eerste commerciële marktintroductie. Nederland ontbreekt in dit rijtje. Maak er een inspirerende reis naar de maan van, om te voorkomen dat de aarde naar de Filistijnen gaat. Dank u wel.